Goedemiddag allemaal. Welkom bij dit tweede webinar van de Webinar Maand. Een initiatief van HR Tech Review met reviews en nieuws over HR Tech in Nederland. Vandaag hebben we een webinar van ViaTask. Ik ben hier met Gerben van der Heijden. Welkom Gerben. En we gaan kijken naar het proces rondom arbeidscontracten, hoe je dat kunt digitaliseren. Tijdens het webinar kunnen jullie ook vragen stellen via de questions menu. Die kan ik dan aan het einde aan Gerben gaan stellen als we bijna klaar zijn. Oké, ik zet hem over naar jou Gerben, daar komt hij aan. Oké, dankjewel. Ik neem hem over. Goedemiddag, ik ben Gerben van der Heijden van ViaTask. Ik ga jullie meenemen in de applicatie ViaEmploy. Allereerst wil ik even ingaan op de elementen waaruit de applicatie bestaat. Waar het om gaat is snel en simpel aanmaken van arbeidscontracten. Daarbij is het hele proces volledig digitaal voor de werknemer, de werkgever, maar ook juist voor de HR-professional. Elektronisch ondertekenen van het arbeidscontract en wanneer alle gegevens binnengekomen zijn en alle documenten geproduceerd, is het ook eenvoudig te exporteren naar het desbetreffende aangesloten salarispakket. Arbeidscontracten zijn in meerdere talen. Op dit moment ondersteunen we Nederlands en Engels. En we zijn bezig met meerdere talen, vooral met name Europese talen, te ondersteunen. Volledig responsive, te gebruiken op elke smartphone, tablet of pc. En uiteraard voldoende aan de AVG-wetgeving. Ik ga overschakelen naar de applicatie zelf. Eén moment. Hier is de applicatie. Dit is een dashboard waarin alle informatie samenkomt. En vanwege de snelheid in de demo ga ik gelijk beginnen waar eigenlijk het hele proces begint. En dat is bij het aannemen van een nieuwe medewerker. Als een werkgever een nieuwe medewerker aanneemt, dan is hier de mogelijkheid om een nieuwe medewerker uit te nodigen voor het invullen van een werknemersformulier. We vullen daarvoor het e-mailadres in van de werknemer. We kiezen de taal. We kiezen het bedrijf. En als een werkgever maar één bedrijf heeft, dan staat er één. Er zijn er meerdere, dan kan hij hieruit kiezen over welk bedrijf het gaat. We kiezen voor het demobedrijf. En ook zijn meerdere vragenlijsten mogelijk. Een standaard vragenlijst, maar eventueel ook een vragenlijst waarin verplicht een VOG geüpload moet worden. Ja, ik kies even voor de standaard vragenlijst. En ik ga het werknemersformulier toezenden naar de werknemer. Nou, die is weg. Die is onderweg per e-mail. Die medewerker die krijgt een e-mail met daarin een link om het formulier in te vullen. Ik doe dit nu even vanuit het dashboard. En wanneer de werknemer hierop klikt, dan krijgt hij een introductietekst. Gefeliciteerd met je nieuwe baan. En we kunnen gaan beginnen met invullen. Nou, ik ga dat hele proces even in sneltrein en vaart doen. Alle vragen zijn ook te definiëren en in de juiste volgorde te zetten. We kunnen bijvoorbeeld ook een pasfoto uploaden. Nou, ik zal mezelf even kiezen. Volgende. Nou, de burgerlijke staat. Nationaliteit. Allerlei secties die ingevuld kunnen worden. Je ziet hier ook aan de linkerkant. Wanneer een sectie volledig is ingevuld, dat er een vinkje voor komt te staan. Ook zo bij burgerlijke staat. En daar waar het nog niet het geval is, staat er nog geen vinkje. En moeten we verder gaan met invullen. Nou, het invullen nou, we zijn er bijna. Bankrekening staat al voor ingevuld. Een bankpas
is eventueel te uploaden. Sommige dingen zijn gewenst om in te vullen, andere niet. Hangt ook vanaf wat gevraagd is en wat gewenst is. Het is allemaal te configureren. Loonheffingskorting toepassen. In dit geval bijvoorbeeld ja. Vanaf 1 juni. En dit is ook een vraag die verplicht is. Dus als je dit niet invult, dan komt er geen vinkje voor de sectie te staan. En dan kan je ook niet verder. Alle vragen zijn verplicht om in te vullen. Want als je iets niet invult, dan kan je uiteindelijk het hele formulier niet toezenden. Ik ga even de legitimatiebewijs wat gevraagd wordt toevoegen. Bij de laatste sectie is er iets toegevoegd wat niet specifiek betrekking heeft op het arbeidscontract of de verloning. Er zijn meer mogelijkheden om vragen toe te voegen die je graag zou willen weten van een werknemer. In dit geval gaat het om kledingmaten voor schoonmaak of receptie. Dat kan ook allerlei type andere informatie zijn. En om even te laten zien hoe dynamisch het een en ander is, ga ik even terug naar werknemer en ik verander even het geslacht naar vrouw. En op dat moment bij de kledingmaten wordt er ook gevraagd om een rok. Op basis dus van een eerdere keuze worden meer of minder vragen gesteld. Ik zal mezelf weer even terug veranderen. En nu is de rok weer weg. En daarmee zorg je ervoor dus dat je eigenlijk een dynamische opbouw hebt van vragen die je kunt stellen. Omdat ik alles heb ingevuld en overal de vinkjes staan, kan ik het formulier direct versturen. Als ik als werknemer iets niet weet en niet gelijk kan toevoegen, ik kan elk moment stoppen en op een later moment weer op die link klikken om vervolgens verder te gaan. Alles wat wordt ingevuld en is geüpload, blijft ook bewaard. Ik ga nu het formulier versturen. En het is nu in het systeem. En je ziet mezelf nu ook staan bij de ingevulde werknemersformulieren. Dus de werknemer is nu klaar. Wat er nu gebeurd is, is dat er ook een e-mail gegaan is naar de werkgever. Om aan te geven dat de werknemer klaar is met het invullen van al zijn gegevens of haar gegevens. Nu is de werkgever aan de beurt om de contactgegevens in te vullen. Het toevoegen van die contactgegevens, daarvoor krijgt hij ook een e-mail met een link om daar de contactgegevens in te vullen die bij deze werknemer horen. Nou, dit formulier ziet hij dan op dat moment. En hij kan daarin toevoegen of iemand voor bepaalde of voor onbepaalde tijd in dienst is. Stel dat we voor bepaalde tijd kiezen, dan kiezen we een startdatum. En we kiezen een einddatum. Nou, laten we zeggen tot het eind van het jaar. We kiezen een proefperiode. We zijn ermee bezig om dit automatisch dynamisch te maken. Dat op basis van cao's. Bepaalde proeftijden wel of niet mogelijk zijn. En op basis van de lengte van het dienstverband. Werktijd en roosters. Nou, zeg fulltime. Als fulltime is, dan wordt het aantal uren overgenomen die standaard is ingesteld bij het bedrijf. Uiteraard is een parttime in te vullen. Een nulurencontract contract of een minmax. Laten we even vanuit gaan dat we een parttime contract doen van 24 uur. De functies die komen rechtstreeks uit het gekoppelde salarispakket. In dit geval hebben we het gekoppeld met numbers. En de functies die worden rechtstreeks opgehaald vanuit numbers. En we kiezen even een functie. Nou, laten we zeggen een programmeur. En een loonperiode per maand of per uur. Zeg per maand een bedrag. En uiteindelijk degene die het ondertekent, de naam van de werkgever. We gaan de gegevens opslaan. En we kunnen eventueel nog wijzigen, eventueel nog dingen aanpassen, maar we sturen het ter verwerking door.
Op dat moment heeft de werknemer en de werkgever alles ingevuld. Het wordt naar dit scherm toegebracht, omdat of de werkgever zelf gaat afronden of met name een payroller of een accountant. Daar is onze applicatie met name geschikt voor, zodat ze uiteindelijk in dit proces het arbeidscontract kunnen controleren en afronden. Als eerste krijg je een preview te zien van het arbeidscontract, om even te kijken of alles op de juiste plaats staat en of alle informatie ook klopt. Nou, de begindatum, einddatum, een maand proeftijd, de functie van programmeur, alles staat er in principe in wat erin moet komen te staan. Een salaris. Mocht iets niet kloppen, dan is het mogelijk om de contractgegevens aan te passen. En op dat moment krijg je alle informatie te zien. Zowel van de werknemer als van het arbeidscontract. Dus alles wat, nou, stel dat een adres niet klopt of dat het niet netjes geschreven is met een hoofdletter. Wat dat betreft is dan alles nog aan te passen voordat het arbeidscontract definitief wordt gemaakt. Ook is het mogelijk om een download te doen van het arbeidscontract als een PDF-document. Op dat moment zie je het arbeidscontract zoals dat ook daadwerkelijk eruit komt te zien en ook geproduceerd wordt. Compleet met logo en in het juiste lettertype, zoals het hoort bij het bedrijf, van de desbetreffende huisstijl. De naam van de werkgever en werknemer erbij. Goed. Wat ook mogelijk is, dat is dat nu willen we een arbeidscontract maken, maar het is ook mogelijk om meerdere andere typen contracten te maken, zoals bijvoorbeeld een contract voor een leaseauto of een creditcard, telefoon, laptop of elk ander type document wat je wil aanmaken op basis van de verkregen informatie. Als stap vervolgens is het van belang dat het arbeidscontract wordt ondertekend. Dat kunnen we met de hand laten doen. Je krijgt dan de PDF, die kan je uitprinten, je kan hem scannen en toevoegen. Maar het meest voor de hand liggend is het digitaal ondertekenen. En laat ik dat maar even gaan doen. Even op klikken. En op dit moment krijgt de werkgever als eerste het verzoek om het arbeidscontract te tekenen. Als de werkgever dat heeft gedaan, gaat het automatisch doorgestuurd worden naar de werknemer om te tekenen. En hebben beide getekend, dan komt het ook retour. Nou, je kan het hele proces nu niet helemaal doen en doorlopen. Maar het arbeidscontract, dat is nu onderweg. Dat wordt getekend. Hier is ook te volgen welke arbeidscontracten op dit moment uitstaan. En ook wat de status is of werkgever inmiddels heeft getekend of beide hebben getekend. Ook is het mogelijk hier eenmaal met de hand ondertekend arbeidscontract te uploaden. Of het aangemaakte arbeidscontract te downloaden. Dit even voor zover de hele flow rondom de arbeidscontracten. Uiteindelijk wanneer iemand echt in dienst is, dan kunnen we ook een overzicht krijgen van alle medewerkers. Alle medewerkers die in het systeem staan. Je kan erop zoeken, filteren. Ik selecteer even een medewerker. Alle gegevens zijn ook inzichtelijk. Daarnaast ook de dienstverbanden. In dit geval heb ik er één. En als ik het dienstverband selecteer, dan kan ik ook zien welke gegevens met betrekking tot het contract zijn. En ik kan ervoor zorgen dat dat ook geëxporteerd wordt naar, in dit geval, naar Numbers. Bij de persoon zelf kan ik ook kijken welke documenten allemaal geüpload zijn. Ik kan daar bijvoorbeeld even naar de pasfoto gaan. En op dat moment krijg ik groot in beeld de pasfoto van de persoon. Maar eventueel ook een kopie van het legitimatiebewijs, als ik dat zou willen. Om het even goed te kunnen bekijken. Daarnaast
is het mogelijk om een download te doen van alle informatie in een zipfile. Op dat moment alle informatie die beschikbaar is en alle geüploade documenten komen in die zipfile te staan. Dat kan handig zijn als er geëxporteerd moet worden naar een ander systeem wat helemaal geen koppelingen heeft, maar het meeste is voor de hand liggend dat een werknemer een verzoek doet van welke informatie ligt van mij vast. En zodat we in het kader van de AVG daar een antwoord op hebben. Op het moment dat je daarvoor voor kiest, dan krijg je een Excel sheet met daarin alle informatie die is ingevoerd door de werknemer en alle brondocumenten die beschikbaar zijn. Tot zover de demo. En wij zorgen ervoor dat we koppelingen maken met applicaties waar bijvoorbeeld met name applicaties die aan werving en selectie doen om de volgstap te maken nadat iemand dus is aangenomen om dan een werknemersformulier uit te sturen. Aan de andere kant ook de applicatie voor het proces dat bijvoorbeeld gegevens nodig zijn van een werknemer om mensen in te kunnen roosteren. We hebben inmiddels meerdere koppelingen en we zijn wat dat betreft sterk bezig om daar in uit te breiden. Dit was de demo tot zover. Bedankt voor de aandacht. Oké, heel goed. Dankjewel, Gerben. Even kijken. Ja, dus de vraag is, zijn er nog vragen? Hè? Ja. Ik heb in ieder geval zelf wel twee vragen. De eerste vraag gaat eigenlijk over wat je hebt laten zien met het uploaden van de bankpas en de paspoort. Dat heb je natuurlijk nodig in het begin van het proces om te valideren dat de persoon is wie die is en dat de bankrekening klopt. Kun je die daarna ook weer wijzigen? Moet je dat zelf doen? Ja, dat is. Dat hangt een beetje vanaf wat de organisatie wil. Je kan hem eventueel bewaren, maar het is ook mogelijk om het automatisch te laten verwijderen nadat het arbeidscontract is aangemaakt. Ja, oké. Dat is mooi. En een andere vraag vanuit mijzelf ook was, omdat ik natuurlijk met haar tech kijk ook hoe alle dingen aan elkaar gekoppeld zijn. Ja, dus ik begrijp goed dat de koppelingen met in dit geval nummers als salarispakket eigenlijk twee kanten op is. Dus enerzijds kun je gegevens daar ophalen om het bij jou te gebruiken om het contract te maken. En anderzijds als het contract klaar is kun je het ook weer terugsturen, klopt dat? Ja, dat klopt. Zoals je net al zag, we halen de functies op uit nummers. En dat doen we om de gegevens zo aan de ene kant zo gemakkelijk mogelijk te maken voor de gebruiker, maar ook zo consistent mogelijk, dus dat er geen andere functies zijn. En dus zoveel mogelijk gebruik van informatie die al in het pakket beschikbaar is. Ja. Ook zijn we bezig om het mogelijk te maken dat je eenvoudig vanuit een ander systeem arbeidscontracten kunt aanmaken. Kijk, zoals je nu zag, een werknemersformulier wordt uitgestuurd in het geval dat nog geen informatie aanwezig is. Maar is het mogelijk om informatie die al bijvoorbeeld in nummers staat, om die te gebruiken om daar een arbeidscontract van te maken. Ah, oké. Ja. Oké. Heel goed. Ik zie geen andere vragen nu, dus ik denk dat het voor nu helder is. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het geven van de demonstratie, Gerben. Zo afsluiten volgt er nog een korte evaluatie. Er zijn ook nog meer webinars deze maand waar jullie voor in kunnen schrijven. En wij heten natuurlijk niet voor niks HR Tech Review. Dus voor de mensen die nu een review gaan schrijven, iedere tiende review die wint een set met Philips Hue lampen om jullie wat extra te motiveren daaraan te beginnen. Goed, dankjewel, bedankt voor het kijken en wellicht tot de volgende keer.